Vorige maand bleek opnieuw dat de grond bij de woonwagens aan de Betanierstraat sterk vervuild is. Deze ligt er al meer dan 30 jaar. Woensdagavond besloot de Arnhemse gemeenteraad om de vervuilde grondwal te verwijderen. Wij spraken hierover met wethouder Katelijne Bouwkamp en kampenwoonster Maran Onderwater. Ja, vanavond mevrouw Onderwater, een debat in de gemeenteraad over het gif op de bult en onder de woningen waar u woont. Het lijkt me ook best een vreemde gewaarwording, kan ik me voorstellen, om zo de politiek te horen vergaderen over ja, de plek waar u al jaren woont eigenlijk. Hoe heeft u dat ervaren? Veel dingen begrijp ik wel en kan ik ook begrijpen dat ze daar een nadere uitleg over willen. Mijn gevoel zegt eigenlijk het moet allemaal meteen. Maar ja, meteen kan ook een verkeerde oplossing zijn. En dan kun je misschien beter iets langer kijken naar een oplossing, zodat die ook goed wordt, dan dat het meteen uitgevoerd wordt. Ja, en één ding is in ieder geval duidelijk. Hè. Er is vanavond besloten dat in ieder geval de wal, hè, waar veel gif in zit, dat die weggehaald wordt. Hè? Dat is in ieder geval duidelijkheid voor u. Dat is in ieder geval duidelijkheid. Dat de grote gifwal die wordt sowieso verwijderd. En over de andere oplossingen en hoeveel het allemaal gaat kosten, willen ze graag uitleg. Ja, want dan ging het er ook nog over van nou, het gif onder uw woningen en de woningen zelf. Hè? Daar heeft u dan eigenlijk nog geen duidelijkheid over, maar daar kunt u voorlopig mee leven? Eigenlijk kan ik daar niet mee leven, omdat ik liever dus de beslissing meteen had. Maar aangezien ik hier niet over kan beslissen en de andere bewoners ook niet, en de raad uiteindelijk daar een beslissing over moet nemen, snap ik wel dat ze daar nadere uitleg over willen hebben. Ja. Maar wat wil u daarmee? Want zou u ermee kunnen leven uiteindelijk? Stel dat de raad straks zegt van, nou het gif onder uw woningen, dat doen we toch maar niet. Zou dat een oplossing zijn waar die u acceptabel vindt? Nee, dat vind ik niet acceptabel. We hebben al zo lang daar gewoond. Mensen die wonen daar al 36 jaar. En ik vind dat er ook wel een beetje tegemoetkoming naar ons mogen komen. Dat gewoon volledig alles gesaneerd wordt. Je zegt van nou, neem maar even de tijd, werk de opties maar uit. Maar het zal wel allemaal gesaneerd moeten worden. Anders zijn we ontevreden. Zeker, dan zijn we wel ontevreden. En het moet ook echt niet jaren gaan duren. En daarom zijn wij toch wel blij dat ze binnen 5 maanden, misschien dus ook wel eerder, want het hoeft geen 5 maanden te duren, de oplossing hebben. Ja. Ook naar uw woningen zelf wordt gekeken en de mogelijkheden heeft tot uitbreiding daarin ook. Wat is daar nodig? We hebben 10 extra staanplaatsen nodig. Maar ja, aangezien de wal zo groot is, is dat makkelijk te realiseren, denk ik. Uiteindelijk de wethouder zegt, ik heb toch tot eind maart nodig om ja, alle opties voor te bereiden en om tot een keuze te komen met de raad. Dat betekent toch nog weer een extra half jaar. Vindt u ook dat redelijk? Eigenlijk vind ik dat niet redelijk. Ik had liever dat het eerder was geweest. Maar volgens mij gaf ze dat ook aan. Dat het wil niet zeggen dat alle 5 maanden daarvoor gebruikt worden. Maar dat het ook kan zijn dat het eerder is. Oké, dus die uitleg, daar kon u ook mee leven in die zin? Nee, maar soms heb je geen keuze. We zijn met wethouder Katelijne Bouwkamp vanavond. Mevrouw Bouwkamp, debat over de gifgrond van de woonwagenbewoners aan de Betanierstraat. Ja, allereerst heeft u gisteren begreep ik ook een gesprek gehad met de bewoners waarin u een aantal voorstellen heeft voorgelegd. Wat is daar besproken en hoe is dat gegaan? Ja, we hebben inderdaad voor de derde maal een gesprek gehad met de bewoners van de Betanierstraat. En dat hebben wij gedaan omdat wij op dit moment ook bezig zijn om te kijken wat we kunnen gaan doen met de situatie zoals die daar nu is. 30 jaar geleden is er een illegale stortplaats ontstaan en daar is niets aan gedaan. En wij vinden het nu heel erg belangrijk dat we nu daarop voortvarend actie gaan ondernemen en hebben dus ook aangegeven aan de bewoners dat het voor ons belangrijk is dat die grondwal verwijderd gaat worden. Dat gesprek gisteren, u heeft daar een aantal opties besproken. Ja, hoe is dat verlopen? Hoe bent u daar met elkaar uitgekomen of nog niet? Nou, dat was een goed gesprek en natuurlijk ook af en toe pittig. Dat begrijp ik ook heel goed. Zij zitten al heel lang met zorgen over het feit dat zij daar wonen bij die illegale stortplaats. Dus daar zitten ook emoties bij. En voor ons is het natuurlijk belangrijk dat wij goed zorgen dat we, dat we daar op een goede manier mee om kunnen gaan. We willen die verantwoordelijkheid ook nemen. Die voelen wij ook echt als college. Dus daar hebben we met elkaar over gesproken. En we hebben het ook gesproken over wat zijn nou de verschillende opties waar de bewoners een goed gevoel bij zouden kunnen hebben. Wat is voor de bewoners belangrijk in uw ogen? Nou, wat ik merkte is dat zij het heel prettig vonden om te horen dat in ieder geval de situatie zo laten bestaan zoals die nu is.
Dat voor de bewoners echt een grote zorg was. En dat zij het in ieder geval heel positief vonden. Dat zij heel duidelijk hebben aangegeven dat dat voor ons geen optie was. Vanavond is ook een raadsvergadering geweest en uiteindelijk ook een besluit genomen. In elk geval, de grondwal die gaat weg, hè? Dat is nu duidelijk. Klopt, ja, dat hebben we en dat was ook wat wij belangrijk vinden. Maar je ziet ook dat in de raad dat gevoel ook wordt gedeeld en dat die verantwoordelijkheid die wij als college voelen, gelukkig ook door de raad zo wordt gevoeld. Waar dan nog geen besluit over is, is van de grond onder de woningen en de woningen zelf. Met name die grond onder de woningen. Kunt u daar niet gewoon van zeggen van ja, die halen we ook weg, die gaan we ook saneren? Nou, dat gaan we nu onderzoeken, want dat werd ook in de raad aangegeven van... Wij vinden het belangrijk dat er nu een gezonde, veilige situatie voor de bewoners ontstaat. En wat dat dan precies is en wat de consequenties daarvan zijn, breng dat in beeld. Leg dat voor aan de raad, zodat wij er een besluit over kunnen nemen. En dat is waar wij nu mee aan de slag gaan. Nou, staat natuurlijk wel een ding in deze situatie. Het ligt al 30 jaar en nou ja, dat is allemaal ook ver voor uw tijd. Maar nu gaf u eigenlijk aan van ja, dan heb ik toch ook wel weer tot en met eind maart nodig om dat goed in beeld te brengen. Kunt u aangeven waarom dat toch weer een klein half jaar moet duren voor er dan een definitief besluit ligt? Nou ja, zeker ook juist omdat het al heel lang daar is. Je ziet dat er verschillende partijen zijn. Ook de bewoners aangeven dat zij daarin ook betrokken willen worden. Vinden wij ook belangrijk. En als je al die ontwikkelingen goed in kaart wil brengen. Als je alle partners erbij goed wil aansluiten. Wij zijn daarvoor een deel bijvoorbeeld afhankelijk van volkshuisvesting. En we willen dat in goed overleg met elkaar doen. Dan vind ik het belangrijk dat we na 30 jaar ook zorgen dat we een duurzame oplossing hebben voor iedereen. En hoe gaat het proces er nu uitzien? Kun je het op hoofdlijnen schetsen? Wat gaat u nu als eerste doen? Wij gaan nu als eerste in ieder geval verder met de gesprekken waar we al weken mee bezig zijn. Het is niet dat we nu pas beginnen. Wij zijn hier absoluut al weken mee bezig. En we zorgen dat we ook als we over een maand weer een gesprek hebben met de bewoners van de Betaniëstraat, dat we dan ook weer een stap verder kunnen gaan.